Dit is GamersNet in 1 minuut van de week van 25 maart. En dat was natuurlijk de week van BioShock Infinite. De review is inmiddels te vinden op GamersNet, maar ook de videoreview zal heel snel volgen. Maar het hoogtepunt van deze week was natuurlijk de aankondiging van Battlefield 4. Waarvoor ik naar Stockholm mocht rijden om die aankondiging bij te wonen. Iedereen heeft daar zoveel zin in, zeker na het zien van de demo van gisteren. En dan had ik ook een interview met Lars Gustafsson, dat is de creative director van de game, op het kantoor van DICE. A million things can happen, but it all held up. People loved it. En voor meer informatie over Battlefield 4 verwijs ik jullie natuurlijk graag door naar de preview. En ook later deze week zal de video preview van die game verschijnen. Maar het is deze week natuurlijk ook Pasen. En voor die gelegenheid hebben wij een onwijze vette prijs erop gestart. Doe er aan mee en win een enorme vette Raving Rabbit. Maar we hebben in 3 van de video's hebben wij zo'n paasei gestopt. De grap is, jij kan mee met de volgende prijs. Dit was GamersNet in 1 minuut. Vrolijk Pasen.